Yo gasten, welkom bij een nieuwe WWE 2K17 My Career. Ik heb mijn intro aangepast, ik heb mijn moveset aangepast. Ik heb het idee dat er een aantal moves nog niet unlocked zijn voor hem of zo. Een aantal finishers stonden er niet eens bij. Neem bijvoorbeeld een Sweet Chin Music van Shawn Michaels, was nergens te vinden. En ook geen RKO en ook niet de Attitude Adjustment. Best vreemd. Niet dat ik die moves per se wil hebben, maar het viel me gewoon op. Dus ja, nou, maakt ook helemaal niet uit. Wij zitten in de ranking voor Tag Team Gold en blijkbaar niet eens bij NXT of zo. Ik ga kijken of we kunnen switchen. You must stay in your current ranking until you win its associated championship. Once you do that, you will unlock the ability to go for other chips and the ability to become a double champion. Dat is best apart. We beginnen niet eens in NXT. We beginnen gewoon op Raw. Dat is toch... Het is wat. Ik heb dit even gekeken. Wat was... Run-in mid-match on Luke Harper's match and ensure he wins. Oftewel, we moeten ervoor zorgen dat Luke Harper gaat winnen. En wat is dit dan? The Heyman O. Until you have won at least one championship on the main roster. Ik vind dit zo vaag. Dat we gewoon op Raw beginnen. The allies and rivals screen shows your potential tag team partners and rivals. You can track your relationship with every superstar on the roster. Once in a rivalry, yada yada yada. En dan kan ik dit ook verbreken. Ik wil geen partner met Jaden Jett zijn. We hebben hier een t-shirt sales. Ja, wij verkopen natuurlijk niks. Nou ja, laten we maar gewoon onze tag team match doen. Ik ga ook nog niet op Luke Harper inrennen. We gaan gewoon beginnen. Kijk dit dan, we mogen ook een promo doen. En we kunnen hier inrennen voor die authority ding, die challenge. Maar dat gaan we niet doen. Ik ga een... waarom gaan we ook geen promotje doen? Waarom ook niet? Self-promotion, call-out, turn face, heel, break-up tag team. Hey! Kijk! Ik ga eerst een self-promotion doen. En dan hierna gaan we een break-up tag team doen. In de volgende Raw of zo. Als we daar komen. Nou, let's do this. Oké, we zijn nu. We hebben Raw gestart. Michael Cole hoorde je even nog een beetje op de achtergrond lullen. Luke Harper gaan we lekker. Oh, die heeft verloren. We hebben hem gesimuleerd. Big Show verslaat hem. Hier is onze promo. Let's go. Daar zijn we. Eens kijken wat we kunnen lullen hier. Ons debuut op Raw en we gaan meteen voor een eigen promo. Want hey, waarom de hel ook niet? Waarom zou je dat niet doen? Waarom zou je alleen maar een match doen als je ook gewoon even jezelf kan promo geven? Of kan promoten? Oké, let's do this. I don't give a damn what the authority thinks. You will know my name. You wish you were me. Now you wish you were me. You can boo and yell and scream your insults all you want, but that won't change the fact that I'm here in the middle of this ring. Living the dream that each and every one of you in the crowd were too weak, too lazy, or too stupid to achieve. So go ahead, hold up your signs and chant your chant, because deep down you know damn well that I'm everything you want to be but never could. A fan favorite. Let me ask you guys something. Am I the best superstar in the WWE right now? And am I, beyond a shadow of doubt, a main event player? Agreed? And yet, I continue to be ignored by the powers that be. That's gonna come to an end right here, right now. When I think of all the pieces of trash that have main evented a pay-per-view, it made me sick to my stomach. It's like the WWE, and certainly the WWE universe, has no understanding of sports entertainment anymore. All of the B-plus players and C, D and even Fs that have been on the top of the mountain, yet a masterpiece like myself is passed over. Oh shit, ik kan niet zo snel lezen.
I think it's time for all of us to call the authority out for who they are. A couple of wannabe executives who think they can tell the difference between talent and trash. If they could, they would know there ain't no stink on me. I am the future of this company, and if it means going my way, so be it. There's nobody who can stop me from achieving my dream. Mark my words, WWE Universe. It won't be long before you're looking at the next WWE World Heavyweight Champion. That about sums it up. Hey, I like it. Why waste people's time? Nou, mijn promo is niet echt duidelijk geworden of ik nou face of heel ben. Er staat een pijltje bij face, maar dat is echt heel iets. Dus eigenlijk zijn we nog een beetje een tweener. Een beetje in between. Nog geen echte face, nog geen heel. We zien wel welke kant we gaan opgaan. Oké, daar zijn we weer. Hier zien we Brody Tyson tegen Kane. We gaan simuleren. Brody Tyson wint en daar is onze match. Samen met Jaden Jett tegen Diego en Fernando. Oftewel Los Matadores. Oké, daar gaan we. Los Matadores zijn de tegenstanders. En wij gaan beginnen. Bam! Hoppakee. Wij hebben de eerste move in ons. Ik heb niet alle moves in de moveset veranderd. Gewoon een paar. Zodat we in ieder geval wat eigen dingetjes hebben. Hoes. Hodo. Reversals gaan alweer heen en weer. We zijn er begonnen. Nu al een tag. Oké, we hebben controle. Hurricanrana. Een knietje in het gezicht. Bam. En gooi hem maar in de hoek. Eerste tag team move. Oh. Niks ervan. Body slam. Kijken of we nog meer kunnen. Backbreakertje. Zo. Zullen we een tagje doen? Of zullen we kijken voor een tag team move? Ik wil eigenlijk dan wel een tag team move gaan doen. Nou, daar gaan we. Nu lukt het wel. Nou, Jaden Jett. Bam. Lekker hoor. Oh. En ondertussen pakken we. Oh. Damn. Wat een move. Wat een move daar. Ik wou eigenlijk gewoon Fernando eraf slaan, maar fuck it. Of Diego bedoel ik. Wat doe je ding, Jaden? Is dit een submission? Ja, het is een submission, maar dat breekt hij toch wel uit. Nou. Hoe lang voordat de tag wordt gemaakt? Ik denk niet lang meer. Dat is een mooie move van Fernando. Daar komt de tag. Was te verwachten. Kom op, wij gaan ook taggen, vriend. Of niet. Waarom geen tag? Raar. Kom op, hou vol. Diego die de overhand neemt. Wij gaan nog eens even een tagje aanvragen. Wat kom je doen jij? This match has been so evenly contested so far. You really can't pick a winner. Weer een tag daar van de Matadores. Kom op. Oh, wow. Niks ervan. Kom op, Jaden. Ja, tag nu. Dit is het moment. Of niet? What the fuck? Wow. Tag, vriend. Zo goed ga je niet.
Kom op. Oh my god, dit gaat echt de verkeerde kant op hier. Kijk het samenspel van de Matadores. Bam! Oké. Hij komt er nog uit. Kom op. Pin of pin. Tag. Het gaat helemaal nergens over. Kom op, Jaden. Reverse. Doe iets. Wat dan ook. Reverse dit. Dit gaat echt helemaal fout. Netjes. Nou, kom op. Tag. Ik ga wel even aan het werk. Oh. Nou, dat was niet het beste begin. Maar goed, we pakken de match wel over. No problemo. Bam! Zo. Hoppa! Reversals. Maar dat kunnen wij ook. Nog een reversal. Kunnen wij ook. Wat probeer je te bereiken hier, maat? Dat ga je niet winnen. Hoppa! Flink zijn ruggetje aangepakt. We hebben een signature move. Maar die gaan we nog niet doen. Eerst even deze move. Pin erbij. 1. 2. Helaas. Signature move tijd. En we kennen deze. De kicks. Daniel Bryan's move is het eigenlijk. Maar wij hebben hem even overgenomen. Komt ie. Oh, wat de? Meen je die? Wauw. Jeez, jongen. Dat was zo'n bullshit. Ook echt dikke bullshit. Wauw. Gewoon niet. Ik heb dus niet eens mijn signature compleet. En ik heb er ook geen finisher voor gekregen nu. Wat een naaiers. Een bam. Even een beetje het publiek op hypen. Yeah. Ga op de top rope gooien. Nou. Komt ie. Huppakee. Snel hierop. En. Yeah. Mooie move. Gaan voor de pin. Is het voldoende? 1. 2. Oh. Jaden zat er wel op tijd tussen. Dat doet hij netjes. Zeer netjes zelfs. Had ik niet verwacht. Nou, Diego hier in actie. Oeh. Kom op, sta op. Gaan we weer. Oh, de signature move gereversed. Fuck. Oh, shit. Uh-oh. Dit ziet er niet goed uit. No. Oh. Kom op. Bam. Jaden zat er ook tussen. Goed. Nou, dat was ik echt te snel. Tag team matches duren ook direct zo lang gewoon al, hè. Daarom wil ik eigenlijk helemaal geen tag team zijn. Ik wil gewoon mijn eigen succes gaan pakken. En dit gaat niet goed. Ik ben iedere keer te snel met mijn reversals. There we go.
En bam. Komt ie hoor. Hoppa. Mooie move. Jij gaat erin. Ik hou hem buiten. Het gaat ten koste van mijn procenten, maar dat boeit me even niet. Zolang we winnen vind ik het goed. Nee, blijf in de ring. Wat een bitch. Waarom? Nee. Waarom deed je dat nou, vriend? Ah, hij heeft zijn finisher, dat is waar ook. Ah, maar dan gaan we die ene gast eraf halen. Ah, fuck. Fuck. Fernando heeft een finisher. Gaat hij hem gebruiken? Lijkt... Oh, ze gaan voor tag team finisher zeker. Ja hoor. Gaan ze weer. Ik heb die move ook op mijn flikker gekregen. En... Hoppa. No, no, no. Hij heeft mij ook nog. Nee. We zijn gewoon verslagen. Hoe had hij mij te pakken? Damn. Dit is kloten. Kijk dan, ik wou daarvoor gaan, maar hij... Oei, kom eens even hier. Los Matadores hebben ons verslagen. Nou, we zijn bij SmackDown en daar krijgen we dus een one-on-one match met Del Rio. Maar dat gaan we doen in de volgende aflevering, want deze aflevering is nu lang genoeg bezig. Ik bedank je voor het kijken en al je support. Vond je het leuk? Laat dan een like achter en deel deze video. En dan check ik jullie de volgende keer weer. Tot dan, laters.